Goeiedag. Nou, wat ik dus op mijn hart heb, is inderdaad dat er hier in Warmond, ook hier in de straat, te weinig parkeerplaatsen is. En dat we te veel moeten zoeken naar parkeerplaatsen. En het feit van de twee huizen aan de kop van de Dorpsstraat, dat het zo lang moet duren voordat er eindelijk eens een keer wat aan gedaan gaat worden. Je vroeg me nu wat of me nog op het hart lag. En dat is zo spontaan gezegd de rust van de Koudehoorn. Ik woon al jaren in Warmond en met mij heel veel Warmonders hebben we het vaak over de Koudehoorn, omdat wij dat heel vaak bezoeken en gewoon een rondje maken. Iedereen die in Warmond woont, houdt van de rust op de Koudehoorn. Een rondje met de hond, met de kinderen, daar hoeft verder niet zoveel. En heel veel mensen van buiten Warmond, die vinden dan dat er allerlei activiteiten moeten zijn. Of veel meer horeca, en wij dus niet. Dat ligt me op het hart. Dat Scheepmakersdam opnieuw bestraat moet worden. Moet eens komen kijken hoe schandalig of dat is. En als ik over de dam loop, moet ik altijd uitkijken waar ik loop. Want het is eigenlijk niet te doen. Ik heb niks aan een rollator. En ook niet aan een scootmobiel. Heet zoiets, geloof ik, hè? Daar ook. En daar overal. Het is toch idioot.